De titel van mijn column heet Het geluk van een kind. Toen ik gevraagd werd om een column voor te lezen, schoten diverse onderwerpen mij door het hoofd, die ik belangrijk genoeg vond om die voor te leggen aan het publiek van vanavond. Ik dacht aan de relatie tussen de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam. Hoe kunnen we de studenten en de docenten meer betrekken bij de stad, zodat de stad daarmee geholpen wordt? Bijvoorbeeld door voor te lezen op lagere scholen of door leerlingen in achterstandswijken het idee te geven dat de universiteit wel hoort bij hun sociale wereld en niet alleen iets is voor nerds. Een ander onderwerp was geweld op en rond het voetbalveld. Ik ben een aantal jaren scheidsrechter geweest bij de F'tjes en E'tjes en heb daar tal van observaties gedaan over hoe ouders mij bejegenen als het object van hun pijloze haat. Maar daar ga ik het niet over hebben. Een ander onderwerp waar ik het ook niet over ga hebben is hoe we het centrum van Rotterdam met een paar eenvoudige ingrepen meer leven kunnen inblazen, zie achter ons, in het bijzonder door een niet-commerciële vrijhandelszone te creëren à la Koningsdag. Daar ga ik het allemaal niet over hebben. Kost me moeite om iets te kiezen. Ik kan nog meer dingen waar ik het graag over had willen hebben, waar ik niet over ga hebben. Maar waar ik het wel over ga hebben is de jeugd van tegenwoordig. Over opgroeien en opvoeden. Ik moest ook meteen denken aan het plein. Opgroeien en opvoeden. Dit doe ik naar aanleiding van twee recente publicaties. Eén artikel in het AD getiteld Jongeren ziek door keuzestress. Van Anouk Mentink. En een betoog in het NRC van afgelopen weekend van Wendy Schouten getiteld Alleen een man kon mijn zoon kalmeren. Het gaat over een jongen, moeilijke jongen op school die alleen maar door een meester goed gereeld kan worden gehouden. In het eerste college van het mastervak Jeugd, Stad en Cultuur dat ik geef, dat gaat over deviant gedrag en deviante jongeren, heb ik het over de jeugd van tegenwoordig. Als we het hebben over jongeren, overheerst toch wel een negatief beeld. Ze zijn verwend, hebben geen discipline, hebben van alles en hoeven er weinig tot niks voor te doen. In een studie die een aantal jaren geleden verscheen, getiteld De Grenzeloze Generatie, werd gesteld dat tal van problemen van zinloos geweld, spijbelen tot obesitas, veroorzaakt werden door de individualistische normen en waarden van een groot deel van de jongeren. Het woord narcistisch kwam zelfs een aantal keren naar voren in het boek. En dan weet je natuurlijk hoe laat het al is. Een paar jaar daarvoor verscheen een studie van de UNICEF. En wat bleek? De Nederlandse jeugd bleek de gelukkigste te zijn van de hele wereld zelfs. Nederland scoorde goed op diverse onderwerpen. Zoals omgaan op school, lees pesten, praatje maken met je ouders en samen eten als een gezin. Dat waren enkele van de indicatoren van het onderzoek. Maar hoe zit het nu? Zijn de jongeren nu grenzeloos of gelukkig? Volgens mij is er geen pasklaar antwoord en kan je het niet zo eenvoudig stellen. Opgroeien is nu radicaal anders dan 30, 40 jaar geleden. Door het minder belangrijk worden van traditionele samenlevingsverbanden, zoals kerk, familie en buurt, leven we nu in een liquide of vloeibare samenleving, dat is een begrip van Zygmunt Bauman, met veel keuzemogelijkheden als het gaat om leefstijl en identiteit. Reflectie en keuzes maken speelt hierbij een cruciale rol. Vanzelfsprekendheden zijn er steeds minder. Dat is voor volwassenen al een probleem, maar hoe is het gesteld met kinderen en jongeren? Voor een deel zullen zij strategieën ontwikkelen die hen helpen om hiermee om te gaan, maar als ouders heb ik, hierbij ook een cruciale rol. Ik heb zelf twee jongens. Eén van hen ging niet zo lekker op school. En de juf wilde een afspraak met ons, zijn vader en moeder. De juf suggereerde dat hij misschien ADHD had. De juf zei dat hij erg onrustig was en dat hij zich niet goed kon concentreren. Ik gaf toe dat het soms een druk kind is. Maar ADHD ging me net te ver. Ik zag wel dat de juf moeite met hem had. Ze had net een kind gekregen en zag er moe uit aan het begin van de ochtend. Mijn zoon zei dat hij soms wel 10 minuten zijn hand omhoog hield als hij iets wilde vragen. De school adviseerde ons om naar het RIAG te gaan. Gewoon om het uit te zoeken. Probeer het eens een keertje. Ik vroeg aan een collega van mij op mijn werk hoe dat nu in zijn werk ging. Zij vertelde dat merendeel van de kinderen dat erin komt, eruit gaat met indicatie van ADHD of een afgeleide daarvan. Ik belde het RIAG op en vroeg ze wat er nu gebeurt met de kinderen, waarvan later bleek dat ze toch een fout hadden gemaakt bij die indicatiestelling. Zou dat dan veranderd kunnen worden in het medisch dossier?
dat overigens toegankelijk is voor de staat. Dat kon wel, maar alleen via de rechter, meldde men ons. Uiteindelijk vonden wij het RIAG een te zwaar middel en zijn we via een logopediste bij een instelling gekomen die vaststelde dat mijn zoon dyslectisch is. En plotseling viel alles op zijn plaats. Hij kon de klas niet volgen, logisch, want hij kon het beeld niet aan de klank koppelen, ging zich vervelen en verkeerde dingen doen. We hebben besloten om hem op een andere school te zetten, omdat klassikaal onderwijs beter bij hem past. Ook wisten wij hem in de klas van een vlotte meester te krijgen die hem beter wist aan te spreken dan de vermoeide juffen die hij had gehad in al die jaren. We zijn nu 3/4 jaar verder en mijn zoon doet het voor het eerst van zijn leven goed op school. Dat vinden wij leuk, hij ook. Hij gaat nu graag naar school. Hij is gelukkig.